staan hier bij een eik. Althans, dat veronderstelt een eik te zijn. En een eik is in oude culturen het symbool van wijsheid. En dat is ook de reden waarom ik dus hier deze eik gekozen heb. En wijsheid veronderstelt, althans in mijn optiek, vragen stellen. Vandaar ook dat ik hier bij deze eik een vraagteken heb geplaatst, een groot vraagteken. Ben jij van de organisatie Kunst en Bomen of ben jij een andere manier? Nee, ik ben gewoon gratis ingehuurd, dus helemaal vrijwillig meegegaan met Sjef. Het vraagteken begint met een gele stip. Dat is een markeringspunt in de siaarkleur geel. Dat is het begin dus van wijsheid. Ben je vriend of? Een hakmaat. We hakken samen donderdags in Dommelen. Dan zijn we daar fanatiek bezig met hout en met steen. En dat is een geweldige, gezellige club. Dus. Ook een hakmaatje van Sjef, maar dan op een andere plek. Sjef is een omnivoor, die hakt minstens op 3-4 plekken in Zuidoost-Brabant. In het begin van wijzen, als je een beetje wijs begint te worden, dan ben je blij dat je wijs bent. En dan ventileer dat ook aan iedereen die het maar wil horen. En dat zie je dus ook in het beeld terug, dat wat rood is. Dat is met name die fase waarin je als wijze naar buiten treedt. Gaat dat wel goed komen? Dat gaat helemaal goed komen. Ja? Oké. Okay. Nou, hij laat jullie wel hard werken, vind ik. Dat klopt. Maar hij doet zelf een beetje PR, maar ik heb hem nog geen schop in zijn handen zien hebben. Hè? Wel. Hij mag de finishing touch doen. Hij mag alles rechtzetten en alles nameten. En dan komt de champagne. Naar het grondvlak kijkt van dit werk, dan zie je dus een groot vraagteken staan. Als je gaat kijken in de hoogtelijn, het begint gelijk met het maaiveld, achter die gele stip. En dan loopt dat heel langzaam door naar boven. En uiteindelijk wordt die hoogte opgenomen in de boom. En dat veronderstelt dus ook dat vanwege het feit dat de eik wijs is, dat je dus opgenomen wordt in de wijsheid van de boom. En hij probeert hier nu zijn goed angels uit te strekken om ook hier dus te gaan hakken. Dus jullie mogen binnenkort een nieuwe hakclub verwachten in Oisterwijk. Oh, leuk. Dus pas maar op. Ja. Hebt u nou ook eikenpalen gebruikt? Ze zijn eikenkleurig. Eikenpalen zijn te duur om hier voor dit kort stukje neer te zetten. Het was ook niet nodig. En bovendien, als je wijs bent, dan kies je voor een duurzame oplossing. En ik heb een materiaal gebruikt wat van een sloop afkomstig is en dus nu weer een tweede bestemming krijgt. Natuurlijk is dit zo'n schitterend project hier in Oostenrijk, dus daar deed ik graag mee.